Jij vertegenwoordigt de Ei-Opener. Klopt. Waar verschijnt die krant? In voormalig Zeeburg, dat is de Indische buurt. Op Eiburg, in het oostelijk havengebied en het Zeeburg-eiland. En hoe groot is de oplage? De oplage is 23.000. Jij had vandaag hier een afspraak. Met wie heb je gesproken? We hebben gesproken met twee mensen van de gemeente Amsterdam, van de Centrale Raad. En die maken een inventarisatie met afvaardigingen van buurtkranten, waarvan er 5 waren, over wat wij nu belangrijk vinden voor het voortbestaan van onze kranten. Dat is natuurlijk enerzijds geld, maar ook een heel belangrijk punt is de continuïteit, de waarborg daarvan. Nu moeten we elk jaar maar weer afwachten of we subsidie krijgen. De staatskrant krijgt bijvoorbeeld helemaal geen subsidie. Maar wat ook wel naar voren kwam, dat we ook wel erkenning van de politiek zouden willen hebben. Wij vinden dat we als vrijwilligers belangrijk werk doen, dat we een verbindende functie hebben, dat we alle lagen van de bevolking informeren. Het zijn allemaal huis-aan-huiskranten, dus je hoeft er niet het internet voor op, je krijgt het gewoon in de bus. En dan kan je zien wat er in de buurt zich afspeelt. Wij vinden dat heel belangrijk, maar we merken niet altijd dat de politiek dat ook heel belangrijk vindt. Waar schrijven jullie zoal over? Over van alles en nog wat. Natuur, politiek. Mens en maatschappij, heel veel eigenlijk. We schrijven over buurtinitiatieven, bijvoorbeeld dansen voor kinderen of juist dansen voor immigrantenvrouwen. Alles wat zo op ons pad komt. Enerzijds omdat we daar naar op zoek gaan naar onderwerpen. Anderzijds omdat we heel veel suggesties aangedragen krijgen door buurtbewoners. Er zijn mensen die schrijven, ik doe dat en dat, willen jullie daarover schrijven? Zo hadden we in de nieuwste editie een artikel dat heet Man met de microfoon. En dat gaat over podcasts van een buurtbewoner die maakt. En hoe wordt die krant gefinancierd? Enerzijds door advertentieinkomsten, waar we best wel veel van hebben. Dat is altijd best wel een behoorlijke klus om altijd weer allemaal adverteerders te vinden natuurlijk. Het kost aardig wat om zo'n krant te maken. En anderzijds krijgen we een, naar ons idee, bescheiden subsidie van het stadsdeel. Oké. Schrijf je ook wel eens kritisch over het stadsdeel, over de politie? De stadsdeel Zeeburg neem ik aan, hè? Voormalig stadsdeel Zeeburg, het is eigenlijk over Oost. Wij zijn onderdeel van Groot Oost. Schrijf je wel kritisch over het bestuur, over het zou zomaar kunnen, maar eigenlijk zijn de politieke artikelen een beetje ondervertegenwoordigd in de Ei-Opener. Het kan, want we voelen ons niet onafhankelijk. We zijn onafhankelijk, we krijgen wel zwaar subsidie, maar inhoudelijk zijn we geheel onafhankelijk. Maar eigenlijk is de Ei-Opener niet zo kritisch. Ja, wil ze nu en dan. We zouden kunnen zijn, maar we zijn het gewoon niet zo heel erg. Nu heb je vandaag een gesprek gevoerd. Hoe verliep dat gesprek? Heel plezierig, heel fijn. Ja, heel open. We hebben allemaal kunnen zeggen wat we op ons leven hadden. En dat blijkt wel heel erg met elkaar overeen te komen. We organiseren onze kranten allemaal op verschillende manieren. Maar wat belangrijk is dat wij het gevoel hebben dat we bewoners informeren en daarmee een belangrijke taak verrichten. En dat daar van de politiek uit gewoon geld voor moet komen. We dragen bij aan het gevoel van welbevinden van de Amsterdamse bewoners, denken wij. Maar de mensen met wie je vandaag gesproken hebt, dat zijn niet de mensen die uiteindelijk over het geld beslissen. Wat gaat er nou verder gebeuren? Zij adviseren de politiek over wat er zou kunnen gebeuren, wat wij belangrijk vinden. Nou ja, en we hopen dan dat daar een oplossing voor komt. Bijvoorbeeld een fonds, zodat we niet meer afhankelijk zijn van subsidie. Want qua subsidie passen we eigenlijk ook nergens bij. Wij krijgen wel subsidie van het stadsdeel, maar eigenlijk is daar niet een. Eigenlijk horen we nergens bij thuis. Dus dat is altijd maar weer afwachten of we het krijgen. Dus als er bijvoorbeeld een fonds komt voor buurtkranten. Nou ja, dan geeft dat eindelijk stabiliteit voor ons. Dan horen we er eigenlijk bij en hangen we er niet een beetje bij. We hebben jarenlang gefunctioneerd onder de paraplu van welzijn. Ik hoor dat ook van andere buurtkranten. En dat is op een gegeven moment gestopt. Wij zijn een stichting geworden. Maar ja, wij zijn allemaal maar vrijwilligers. Dus dat is voor ons heel ingewikkeld om dat allemaal zelf uit te zoeken. Dus als er
iets voor ons geregeld wordt, waardoor we er wat minder tijd en moeite voor hoeven doen. En gewoon ons aan ons werk kunnen wijden, dan zou dat heel mooi zijn. Jullie zaten daar vandaag niet alleen, er waren ook andere buurtkranten aanwezig. Welke waren dat? De Staatskrant uit West en ik weet niet hoe het blad heet, van de Pijp in elk geval. De Pijpkrant. De Pijpkrant en dwars door de buurt van de Watergraafsmeer. Heb je het gevoel dat er een gevoel van solidariteit is tussen de buurtkranten die aanwezig waren? Dat was meer dan een gevoel, dat was volledige solidariteit inderdaad. We staan er niet allemaal hetzelfde voor, maar we willen wel allemaal hetzelfde. Mevrouw de wethouder, waarom het zo ontzettend belangrijk is dat er buurtkranten bestaan en ook blijven bestaan, is dat het groot aantal vrijwilligers de bewoners van Amsterdam informeren over zaken die niet in de lokale media terechtkomen per se, meestal niet. Wij schrijven over een laag daaronder, bijvoorbeeld over ondernemers, over kleine ondernemers die wel belangrijk zijn voor de wijk. Maar we schrijven over buurtbewoners die ook niet in het parool geïnterviewd worden, maar waarover wel de buurt heel graag wil lezen. Bijvoorbeeld ook over die ondernemers en wat ze doen, over buurtinitiatieven. In de Eieropener plaatsen we bijvoorbeeld ook mededelingen van niet-commerciële bedrijven. Dus mensen worden geïnformeerd over een buurtfeest voor Surinamers, waar ze het, ik ben het vergeten, Sralon Tango spreken. Dat soort kleine initiatieven, die worden in de buurtkranten uitgelicht. Als wij niet voldoende geld krijgen om over een jaar die hele krant te kunnen betalen, wat bij de Eieopener elke keer maar weer de vraag is of dat kan, dan komen de adverteerders niet bij ons terug. De redactie valt uit elkaar. En dan naar mijn idee is dat dan het einde van de buurtkrant. En zeker voor de Eieropener, we bestaan al 11 jaar, zou dat zonde zijn. Maar dat geldt natuurlijk precies hetzelfde voor de andere buurtkranten.